Nou, ik zat in de shift voor de vastzit shift. En wij zaten boven nog te geinen. Nou, want de lift maar kraakte een beetje. Dus ik zei, nou, je zou maar vastzitten in die lift. Heb je wel een mooi uitzicht. Dat was... Nou, wij komen beneden en we zeggen tegen de anderen, hey, veel plezier, mooi uitzicht en geniet ervan. Nou, genoten hebben ze wel even, denk ik. Even. Hoe hebben jullie het beleefd? Nou, heel spannend wel. Weet je, ja, je gaat ook niet echt slapen. Oh. Want je denkt, oh jee, de kinderen die... of nee, dadelijk stort die lift toch neer met reddingsactie. Dat je denkt, nou, dadelijk gebeurt er iets. En als er maar geen paniek is. En oh ja, dat is wel echt heel spannend. Dus je was ook wel heel bezorgd? Heel bezorgd, ja. Ja, er gaat wel van alles door je hoofd. Is er zuurstof genoeg? Gebeurt er niks? Laat die niet los? Allemaal dat soort dingen. En hoe hebben jullie dat doorstaan met z'n allen? Want een zorg is heel vervelend. Ja, precies. Nou ja, we hebben eigenlijk gewoon ook grapjes gemaakt en wel geappt naar elkaar. En ja, de tijd vliegt ook wel weer, maar ook weer niet. Het is allemaal heel spannend. Ja. Tussendoor toch maar dessert gegeten. Ja, die moest ook op. En toen moest je de beslissing nemen, blijven we wachten tot het naar beneden is of gaan we tussendoor weg? Ja. Hoe ging dat? Nou, dat was echt het moeilijkste voor iedereen. De meesten moesten ook nog werken vandaag. Dus die zeiden op een gegeven moment wel, ja, nu gaan we wel echt. Want anders kunnen we morgen niet voor de klas staan. Nou, en zelf moest ik de kinderen opvangen thuis ook nog. Dus op een gegeven moment maak je dan toch de beslissing, ja, ik ga toch maar naar huis. Maar dat zit niet lekker. Je hebt wel echt een knoop in je maag. Ja. Heb je het einde voor hun gevolgd? Ben je op de hoogte gebracht? Ja, nou ja, precies tijdens het einde ben ik dan even in slaap gevallen. Maar je zit wel de hele tijd op je telefoon en kijken of er niks gebeurd is en appen. En, ja. Opgelucht? Heel spannend. Heel blij dat iedereen veilig is, ja. Echt, tuurlijk. Ja, dat is de andere kant. Het is niet alleen maar een avontuur. Jullie hebben ook echt zorg gehad. En eerst is nog een grapje. En dan hoor je nou over een kwartier en dan moet de monteur komen. Dan nou nog een kwartier. Nou, dat komt wel goed. Maar op een gegeven moment denk je toch wel, hè, dat niet leuk.